komende 3 dagen heb ik verschillende dingen op de plek staan. Vandaag komt Sophie. Het is al lang dat hier de oma ben. Morgen heb ik met iemand afgesproken die ik eigenlijk niet echt ken, behalve dat ik naar zijn podcast luister en dat we een keer wilden afspreken. Dit is iets wat ik altijd wel een beetje spannend vind. Zondag komt mijn vader. Het is wel leuk om het een keer gezien te hebben. En ik dacht van misschien is het wel weer eens leuk om een weekendvlog te maken, dus dat doe ik. Oh, trouwens, wat wel leuk is. Of tenminste leuk, weet ik niet. We hebben allemaal nieuwe kleding gekocht. Tenminste, Guilaine heeft dingen voor me besteld. Dit is een van die dingen. Maar we hebben dus geen hanggedeelte in de kast. Kijk, dit is dus alle ruimte die we in de kast hebben. Je ziet niks dat we kunnen ophangen. Maar ik heb natuurlijk wel blousjes zoals deze. Een leuk blousje die ik zelf heb ontworpen. Nou hadden we daar een oplossing voor. En dat was dit. Want hier achter zie je een soort van stukje tussen de kast zitten. En het leek ons een goed idee om dit hier op te hangen. Dat hier te bevestigen en daar wat kleerhangers aan te hangen. Zodat we wat jurkjes en wat overhemden kunnen ophangen hier. Maar het past ook wel precies, dus dat is wel echt top. Ik hoop dus dat ik dat dit weekend ga doen. Maar op dit moment heb ik daar geen tijd voor, want als het goed is, over een kwartiertje komt Sophie. Ik neem aan dat Guilaine ook zo er is. Ja, ik moet even laten zien hoe prachtig jurkje jij. Oh, dank je. Laat eens even zien. Laat eens even, wat heb je aan? Wat is dit? Het is een jurkje en het heeft 2 mouwen. Nou, dat is wel handig, ja. Het leek veel groter in jouw handen. Wat wil dat zeggen? Dat ik zo'n kleine handen heb? Dat ik kleine handen heb, ja. Ja, oké, okay, precies. Het is maar, wel leuk, hoor. Ja, nou ja, leuk. Het is handig. Nou, ik vind het een hele goede oplossing. Goed voor mij bedacht, hè? Ja. Ik ben echt blij met mijn blouseje. Hij is wel nice. Terwijl ik gisteren dacht dat ik te dik ervoor zou zijn. Ja, dat dacht ik gewoon. Toen ik hem aan had, dacht ik van ja, het is wel een beetje dikker. Kijk, als je er zoveel onder filmt, dan is het niet het beste gezicht van jezelf, toch? Oh, hij heeft dit al kapot gemaakt. Ja, heel lang. Nee, maar ik moet kijken. Hij heeft met zijn nagels hier aangezeten, waardoor hij er een... Nou, vind je het gek? Hij zat helemaal in het nauw. Hier, ik weet niet of je het ziet. Hier een hele krul. Niet gek. Dat is Freek. Dat is onze zoon. Ik vind het een beetje lastig om voor jou cadeautjes te bedenken. Ik denk dat ik het zie wat het is. Oh ja, wat dan? Mag ik het gokken? Ja. Het lijkt op de ovenschaal. Oh mijn god. Ja, je mag ook zeggen als het... Nee, ik vind het altijd... Alles met keuken is alles goed. Lekker. En een paar kaartjes voor de romantiek. Voor de romantiek. Nou, mooie schaal. Wel mooie schaal trouwens. Ja, vind je hem goed? Ja, wel mooi. Ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hoe gaat het met jou? Ja, heel goed. Ja? Oh, heel goed zelfs. Nou ja, op zich. Ja, weet je. Wel beter dan de laatste keer toen ik hier zat. Sophie interviewde ons voor een video voor haar kanaal. Hallo. Mocht je die video willen zien, link in de beschrijving. Ja. Ik vind jou echt zo'n typische Nederlandse boer die niet kan koken. Boer? Waarom ga je niet een normale baan zoeken? We gaan dus even wat eten, want we hebben dus zelf nog niks gegeten. Ik hoop dat ze nog yoghurt hebben, maar ik denk het niet. Ik denk dat het broodje wordt. Ja, het is ook een beetje lunchtijd, hè? Hoe vaak komen jullie hier op de boord? Hier. Nou ja, wekelijks wel hoor. Het is hier heel druk. Vier loepjes in. Ja, ik heb echt zin in iets makkelijks. Ik denk tosti. Je gaat ervoor? Of is dat er juist niet voor gaan? Dat is er niet voor gaan. Nou. We zijn Sophie aan het leren hoe ze een story kan plaatsen met interactie erin. Dus het is net alsof ik met een oma bezig ben. Wat is het is al lang dat ik hier een oma ben. Ja. Ja, weet je wel. Ik leer heel veel van jullie. Nu een... Met zijn Sophie aan het opnemen? Ja, een kleur mag dat niet. Ja, dat is heel goed. Ja? En nu, wat gaan we nu doen dan? Deze moet je plaatsen. Plaatsen? Ben je er klaar voor? Ik luister gewoon naar jullie. Ik lever me helemaal over social media. Ja, doe maar. Willen jullie gewoon allemaal inloggegevens? Dat jullie support hadden? Ja, social media erover. Dit gaat nu online. Ik ben je wel een beetje aan het helpen met je YouTube-kanaal natuurlijk. Je maakt er toch ook een docu over? Of niet? Een docu? Je filmt af en toe dingetjes, toch? Ja. Het is een beetje de soep gelopen. Ik heb weinig gedaan. Maar mensen zeggen, ik kreeg wel een paar opmerkingen dat ik zulke dramatische thumbnails heb, maar dat komt echt er al in. Kom wel door mij, ja. Dat is wel waar. Maar mensen klikken wel. Ja, ik ben wel echt aan het groeien nu door jou, ja. Dus jullie willen ook aandelen of zo binnenkort? Nou ja, op zich. Ja. Ja, waarom niet, hoor? Vertel eens iets wat jullie nog nooit hebben verteld. Zo, goede vraag. Ik zou echt niet weten. Ik zat er net over na te denken, we hadden het dus net over kinderen. Maar dat wij een grote twijfel hebben of we het ooit zouden willen nemen, kinderen? Of krijgen, ja. Of willen... Nee, ja, hoe zeg je dat? Zonder mensen... Ja, je neemt ze niet, je krijgt kiest ze. Ik weet het ook niet. In ieder geval, iets wat je niet mag zeggen. Iets wat je niet mag zeggen, dat moet je er even uit. Dat zeggen we niet. Maar dat we dus erover twijfelen of het ooit wel iets is waar we voor gaan.
Zo, dit is moeilijk om dat op een politiek correcte manier te zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. Voor het ouderschap kiezen. Voor het ouderschap kiezen. Nee, we weten nog niet of we voor het ouderschap kiezen. Dat is het. Een paar uur later. Ik ben even gaan koken. Ik had allemaal restjes staan. En vooral zelfgemaakte pasta. En we hadden nog tomaatjes liggen. We hadden nog wat salami. En die heb ik er nu bij gedaan. We hebben wat kaas over. Wat salade. Dus dat ga ik even bij elkaar doen. Even opwarmen. Avocadootje hebben we ook nog. Dus dat wordt lekker. Ik ben wel benieuwd of jij vaak restjes bij elkaar doet. Ik kook eigenlijk, heel eerlijk gezegd, als ik geen video's maak, iets minder dan dat je zou denken. Maar ik wil het wel weer gaan oppakken, want ik vind het wel leuk om te koken. Maar de afgelopen tijd zo druk gehad met kleding en allemaal zakelijke dingen, dat ik er gewoon geen tijd voor heb genomen. Maar nu wel, gisteren heb ik dus echt pasta staan draaien en dat soort dingen, dus dat vond ik wel echt leuk. Dicht. Lekker. Hij is wel lekker eten, vriend. Ja. Is dat een beetje lekker? Mm-hmm. Ja? Die salami, of die worst is meestal iets harder, maar volgens mij is die wel wat zachter geworden door het pakken. Mm. Best lekker. Guilaine doet het huishouden. Dat doet ze elke dag. En bijna elke dag in ieder geval. Het enige wat ik heb is de keuken. En al heb ik er geen zin in. Maar goed, dit is nu avond en eigenlijk wil ik naar bed. Maar ja, dan staat er nog een was en die heb ik geen op afwas. Dan wil ik die niet morgen doen. Ik weet niet of iemand dit herkent, maar het is niet eens zoveel afwas. Maar het is zo, als je hebt gegeten, heb ik er zo geen zin meer in. First world problems, I know. Ik ga het nu even doen. Ja, hebben jullie trouwens verder niet zoveel aan, dus ik zie jullie morgen weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Vandaag heb ik met iemand afgesproken die ik dus niet ken. Alleen via WhatsApp eigenlijk ken. En ik moet zeggen, ik zat erover na te denken, ik vind het best wel spannend. En dat komt omdat je... Ik denk op mijn leeftijd vaak niet meer snel nieuwe mensen ontmoet. Ja, zeker. En dat je met elkaar afspreekt op een vriendschappelijke basis. In die zin van dat je niet op werkgerelateerde niveau of zo met elkaar afspreekt. Er is eigenlijk geen doel, behalve dat je precies zelf met elkaar moet. Ja, en dat vind ik echt wel een dingetje. Dat ik denk, ja, het moet ook nog wel gezellig worden. Ja, dat legt ook een klein beetje een druk erop misschien. Ja. Hoe gaat het met jou? Ja, ik zal even achter het... Ja, dat gaat redelijk oké. Ja? Lekker dagje alleen. Heerlijk. Ja, precies. En morgen ga jij ook weg, hè? Ja. Ga ik met twee dinnies op stap. Ik heb best wel wat vragen de laatste tijd erover. Hoe ik eigenlijk met mijn angsten omga op dit moment. En vooral door het zo aan te gaan. Want dit is iets wat ik altijd wel een beetje spannend vind. Omdat ik iemand niet teleur wil stellen. Ook al weet ik ook wel dat het ergens onzin is. Ik weet niet wat het precies is. Maar ik vind het nu gewoon spannend. Misschien omdat ik het helemaal alleen doe. Dat is misschien het ding. Doordat ik het helemaal alleen doe, vind ik dat dan weer wat spannender. Ik ga nog steeds mijn angsten aan. Eigenlijk meer als dat ik ooit heb gedaan, denk ik. In de zin van dat ik er nu zo bewust van ben dat ik vaak dingen niet doe vanwege angst. Dat ik het nu vaak als een soort van motivatie zie om het juist wel te doen. Bijvoorbeeld, ik ga ook binnenkort, en daar zal ik wel in een andere video een keer over uitweiden. Maar ga ik ook voor scholen praten over mentale gezondheid. En ik ga nog wat dingetjes doen met het bedrijf ook en zo. Wat ik ook heel spannend vind. Maar ik weet tegenwoordig dat ik denk van... angst is nu meer een drijfkracht geworden dan dat dit me tegenhoudt nog. En in sommige situaties wel hoor, want ik wil geen spanning ervaren. Maar over het algemeen gezien houdt het me minder tegen of bijna niet meer echt tegen. En denk ik juist van oké, ik vind het angstig, dus dan gaan we het doen. Want ik kan er alleen maar van leren. En als het niet lukt, dan de volgende keer kan het beter gaan. Uren later dat ik hier weer ben. We zijn weer herenigd. Nou, het was wel gezellig. Ik moet zeggen, we hebben echt heel veel zitten lullen. Ik denk dat ik bijna 7 uur daar ben geweest. Ja. We hebben gewoon rondgelopen. Ik heb eigenlijk niks gevlogd. En weet je wat het is? Ik vind het zelf altijd irritant als vloggers dat doen. Maar soms heb je er even geen zin in. Tenminste, ik vind het ook ongemakkelijk met nieuwe mensen te filmen hoor. Dat moet ook wel een beetje ongemakkelijk met gelijk camera erop te zetten, toch? Ja, maar zijn vrouw kijkt dus mijn video's. Ja. En zo, zij heeft gereageerd van... Ik had dus een keer in een video gezegd dat ik filmpodcast luisterde. En toen zei zij van, luister je toevallig ook filmfans podcast? Toen zei ik van, ja, die luister ik. Ik zeg, oh, ben jij de vrouw van nieuws? Oh. En toen zei hij, nou goed, dus. En zo zijn we in contact geraakt. En hij kijkt mijn video's wel eens. Maar toch vind ik het ongemakkelijk. En hij is voor mijzelf niet zo heel erg van beeld. Dat zegt hij ook. Dus
ja, dan vind ik het ongemakkelijk. Maar het was wel echt gezellig. En ik moet zeggen, Jelena en ik lopen al heel lang met het idee, want we zijn natuurlijk allebei 30. Jij bent 30, hè? Wist je dat? Ja, ik wist dat wel, ja. Of we nog vriendschappen kunnen maken op onze 30ste. Want dat is best wel lastig als je nieuwe mensen niet echt tegenkomt. Nou ja, ik heb nooit vriendschappen kunnen maken. Dat is helemaal een uitdaging keer 10, toch? Ja, dat is wel waar. Maar goed, we willen dus een keer apps gaan proberen om te kijken of we vriendschappen kunnen maken nog op, ja, op deze leeftijd. Want dat is best wel lastig, want je hebt geen school, je hebt geen werk. Nou, tenminste, wij hebben wel werk, maar... Maar niet dat we nieuwe mensen... Ja, we komen ook wel nieuwe mensen tegen, maar het is toch anders. Ja, je legt niet zo snel, je maakt niet zo snel meer vrienden, want de meeste mensen rond onze leeftijd hebben al een groepje of meerdere, of in ieder geval genoeg vrienden, waardoor ze ook misschien het niet zo snel meer aangaan. En ja, het is ook gewoon lastiger, denk ik. Ik ben toch altijd wel wat kritischer geworden. Dus mocht je daar nog goede tips over hebben, voor apps of dat soort dingen, laat het vooral weten, want... We willen het gewoon gaan testen. Kijken of dat nog lukt op ons leven. Of we iemand weten te vinden, allebei apart van elkaar. Alsof we zo knijter oud zijn ook. Wat zei je? Alsof we zo knijter oud zijn op onze leven. Nee, maar dat is wel zo. In je 30ste ga je niet meer zo snel vriendschappen maken. Dat is nou eenmaal zo. Nee. Althans, misschien heb ik daar een verkeerd beeld van, maar dat heb ik wel het idee dat dat wat minder is in ieder geval. Oh, trouwens, vandaag was er ineens een brandoefening. Nou, niet echt een brandoefening, maar de alarm ging af in de mall. Moesten we allemaal naar buiten gingen, dus alles sluiten en toen liepen we naar buiten, toen was het klaar. Oh. Ik moet dus heel eerlijk bekennen dat ik ben wel een doemdenker kan zijn in dat opzicht. Dan denk ik ineens van, dadelijk is er ineens een of andere terroristische aanslag nu of zo. Misschien niet een goed moment om hierover te hebben, maar ik word er altijd een beetje doemdenkerig van, laat het zo zeggen. Is dit nou het voorburg wat jij vindt dat op de kaart moet gezet worden? Ik wil graag voorburg op de kaart zetten. Ja, ik wil heel graag voorburg op de kaart zetten. En dat lijkt me dan leuk om dan een soort van een soort nieuw klein Amsterdam van te maken. Dit is wel een beetje Nederland uit. Dit is wel echt een uniek straatje. Ja, moet je kijken. Het ziet er echt een beetje oud-Nederlands uit. Ja, je moet niet iets verder kijken. Je moet niet in die stukte muur kijken. Maar kijk hier, het is echt een beetje oud-Nederlands zoals je het zo ziet. Dit is het voorburg wat jij vorige week zei. Absoluut een trekpleister. De 48 uur voorburg. Nou echt, dat zou zo saai zijn. Een beetje boeken toch, ons eigen huis? Nee, boven Miss Jones toch? Oh ja. Dat is een hotel. Dat kan. Het enige jammer is dat als mensen zo'n thumbnail zien, dan denken ze van ja, wat is dit, Voorburg. Ja, het ziet er wel eerlijk, het is wel echt een beetje oud-Nederlands ook, heeft het stukjes. Ja, zeker. Rembrandt kwam hier zijn geld afleveren of zoiets. Nee, zeg eens, dat staat er toch? Nee, dat staat er. Oh nee, Van Gogh, niet Rembrandt. Ja, nee, Van Gogh, Vincent van Gogh was het. Maar die kwam toch blijkbaar hier afleveren in het huis. Hier in Voorburg. Zou je het een keer leuk vinden als ik een tour in Voorburg laat zien? Hoe het eruit ziet in een vlog. Dat we een beetje de leukste stukjes van Voorburg laten zien. Dan weten jullie een beetje... De hotspots van Voorburg. Ja, die zijn er niet heel veel. Kijk, wat dus heel erg gek is bij Voorburg... Maar eigenlijk Voorburg en Leidschendam zijn één, hè? Ja, dat is Leidschendam-Voorburg. Zouden jullie dat leuk vinden? Laat weten. Oké, dit is het laatste stukje wat ik even laat zien, toch? Ja. Dit ziet ook wel oud-Nederlands een beetje uit, toch? Beetje want alles is Schots en scheepjes. Ja, vooral dat. Ja, wel leuk, toch? Ja, dat is wel leuk. Lekker Schots en scheep. Ben je beneden? Ja, goede deur, ja. Oké, dan kom ik eraan. Ik heb met mijn vader afgesproken, want ik ging hem helpen met zijn bankzaken. Of tenminste, zijn bank-app. En daarna gaan we misschien nog even wat eten of zo. Dat weet ik eigenlijk nog niet, maar we gaan het wel zien. Is het heel ver hier naar het winkelcentrum lopen? Wil je het winkelcentrum zien? Ja, maar... Kunnen we heen lopen, hoor. Ja? Oké. Ja, het is iets van, wat zal het zijn? Een kwartier? 20 minuutjes hooguit. Oh. Ja, volgens mij een kwartier wel vanaf hier. Nou, maar ik ben er gisteren ook heel de dag geweest, dus ik kan er wel weer. Ik dacht 3 kwartier of zo. Ja, dat gaat om 12 uur echt open. We kunnen wel even een koffietje of zo duidelijk gaan drinken. Ja, lekker. Ik zei net tegen mijn vader, iedereen die hier in de buurt komt, die zegt altijd van... Oh ja, die mal, is dat nog een beetje leuk om heen te gaan? En dan zeg ik altijd van, laten we gaan, joh. Maar nu toevallig 2 dagen achter elkaar. Ik wil tegen een bonito mal, maar praat toch. Best wel wat mensen die nieuwsgierig waren naar je werk, pa. Ja, dat zag ik inderdaad, ja. Of ik een keer wat meer erover wilde uitlichten. Ja, hij gaat ermee stoppen, toch? Hij gaat ermee stoppen, dus ik kan niks meer uitlichten. Ja. Nee, ja, als je dat een keer wil toelichten, dan mag hoor. Als je dat wil. Kom wel eens een keer langs, dan kan ik het wel een beetje laten zien. Ja, maar wel binnenkomen. En hoe was de appeltaart? Ja, die was heel lekker. Ja, vind je lekker? Ja, en die korst had ook een soort kaneelachtige smaak. Het was een hele goede appeltaart. Oké, mooi. Een hele vriendelijke bediening. Nou, die appeltaart was sowieso 5 donuts. Zo. De cappuccino was 3,5-4. Zo. En hoe die chai is, dat weet ik nog niet. We hadden het er net over om
misschien binnenkort eens naar Amsterdam toe te gaan. Toch? Ja. Dus mocht je daar nog tips voor hebben of dingen willen zien of zo, laat het maar weten. Dan kunnen we wel een foodtour opnemen in Amsterdam. Maar je wil gewoon één dagje, toch? Ja, dan ben ik Amsterdam al eens uit. Ja, precies. Zo, eerste reactie. Wat vond je ervan? Ja, ik vind het Amerika. Ja, hè? Helemaal Amerika. Gewoon heel hoog, heel groot. Het is wel leuk om het een keer gezien te hebben, maar... Je gaat nooit meer terug. Of wie nou, dat weet ik niet. Maar je weet natuurlijk niet hoe het leven loopt. Dat is waar. Je staat eigenlijk alleen maar kledingwinkels en eten. Ja, dat klopt, ja. Ja, voor mij is het zo normaal. Maar ik was dus gisteren ook met iemand en die was helemaal zo van wow. Oh ja, dat is wel heel anders dan dat ik... Wow of ook? We waren net aan het lopen en toen viel er een vrouw in de vliet. Dat is echt waar. Viel echt een vrouw in de vliet? Ja. Was, die eigenlijk niet wilde afstappen van de fiets. Dat klopt. En toen viel ze erin. En toen viel ze erin, ja. Dat was niet handig. Ja. Ja. En voor je iets kon doen, stonden er 500 mensen voor je. Ja, dat wel. Want ik wilde nog helpen en toen werd ik aan de kant geduwd. Ja, nou ja, oké, dan niet. Niet door die vrouw trouwens, want die lag nog in de vliet. Die lag in het water, ja. Waar heeft Anne en Max ontdekt, waar we dus daarnet zaten. Maar volgens mij zit dat in heel veel steden. Ik weet in ieder geval dat het in Den Haag, in Leiden, in Rotterdam, ja, hier dan ook zit. Maar volgens mij ook in Groningen en het zit in Haarlem volgens mij. Maar niet in Nabijland. Nee, niet in Nabijland. Ja, wat zit wel in Nabijland en HEMA en dan ben je ook een beetje klaar. Ja, eigenlijk wel. Ja, en 25 restaurants. Doeg! Hey. Bye. Zo, ga ik nog even binnen wat dingen halen, want ik ga morgen schilderen. Maar dat zie je in een andere vlog misschien, als ik het ga filmen. En dan ga ik nog even langs de mall en ga ik naar huis. Oké, nou, ik ben op maandag en ik ga hier achter mij tekenen in een restaurant. Kijk, er is hier echt heel leuk. Hierboven zie je allemaal kleertjes en zo hangen. En hierachter bij de pot ga ik sowieso iets tekenen. Zo'n restaurant waar vaak komen, pas pizza. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien. Super lekker eten. Maar ik ben dus gevraagd om hier te komen tekenen, dus dat is heel leuk. Al heel lang niet gedaan, dus ik ga beginnen en ik begin altijd zonder na te denken. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Daar staat gedacht, nu ga ik al verven. Ik heb dus deze hier gemaakt en die vind ik op zich wel leuk, maar ik weet dat ik het gezicht net iets anders had willen doen, dus nu kan ik hem opnieuw dan maken, dat is wel top. Hoe zijn dat het heten? Ja, natuurlijk chassis van pauw. Eigenlijk een soort van bouwpauw, maar dan... Oké. Ja, maar dan, ja, een beetje zo'n... Het lijkt namelijk op een wit bolletje. Ja, grappig hè? Dat is wel lekker. Is het zoet? Nee, ja, het is een beetje zoetig. Nee, maar proeven. Ik ga het gewoon proberen inderdaad, ja. Ja, toch? Er zit een soort van ui ook in ofzo, hè? Mm-hmm. Ja, dat is heel lekker. Een beetje... Ja, stoofpot wat ze erin stopt ofzo. Soms gaat er een deel voor je ook hoor. Ik weet niet of je het nog even vergeten. Ik was zo'n broodje van 3,50. Is het leuk? 3,50? Ja. Nou, lekker zeg. En dit was? Dit is mijn kip. Mijn kip. Ja. Mocht je nou denken, joh, dit wil ik in real life zien, ga dan vooral naar Passa Pizza in Den Haag. Volgende week ben ik weer terug met een nieuwe vlog. En mocht je nou geen vlog willen missen, abonneer vooral op dit kanaal. Tot volgende week!